Ik ben hier bij een groep mensen uit Eritrea. Wij gaan vragen, oké, wat doet de Vereniging voor Eritreërs in Utrecht? We organiseren activiteiten, onder andere bij elkaar komen. Om eigenlijk de jeugd te helpen, onder andere opleiding. En ook proberen ook vrouwen te organiseren. De vrouwen ook komen bij elkaar om onder andere Nederlandse taal te leren. Ook wat ook omheen gebeurt, wat gebeurt eigenlijk in een samenleving. Maar het gaat om wegwijs in de Nederlandse samenleving. Ja, kortom, zo ook te formuleren. Ja. Wegwijzen in de Nederlandse samenleving. Maar dit is echt een vorm van zelfintegratie. Jullie willen deelnemen aan de Nederlandse samenleving? Ja, zeker. We nemen echt het touwtje in onze hand. Dat is ook heel belangrijk. We hebben echt de meeste van ons is worden we echt heel lang in Nederland. We weten wel wat is eigenlijk de regelgeving, de wetgeving. Dus we proberen wat we weten met elkaar te delen. Dus we zijn niet echt afhankelijk zijn alleen van andere instantie. We organiseren zelf. Wanneer ben je in Nederland gekomen? Begin van jaren 90, einde van jaren 80, denk ik. Vind je deze vereniging iets goeds? Ja, jawel. We doen wel best veel dingen, maar deze vereniging is speciaal voor de nieuwkomer, is wel best goed. Wat ik mijn ervaring is, vroeger toen wij hier in Nederland aangekomen, wij hadden heel weinig begeleiding aan de integratie, werkzoekenden. Maar zoals deze zicht in, als een nieuwe komer, dan hebben ze wel veel wat. Jij bent afkomstig uit een Eritreese familie. Ja, dat klopt. Maar wat voel je nou? Voel je Eritrees, Nederlands of anders? Ik voel me Eritrees, Nederlands ongeveer tussenin, voor mijn gevoel. Ik ga veel om met Nederlandse kinderen. Maar als ik hier ben, dan voel ik me wel Eritrees. Toen je hier kwam, moeilijk? Ten eerst? Ja? Ja, eerst vind ik moeilijk. Toen ik met de vereniging begon, wordt het makkelijker. Vind je de vereniging handig? Vind je het goed dat ze er zijn? Ja, ik vind het handig. Dus als ik iets moeilijk vind, dan krijg ik hulp van hun. Dus ik vind dit leuk. Is het goed dat ze er zijn? Ja, ik ben heel blij, ja.